Ja, hallo mensen. Ja, daar ben ik alweer. Ik moest toch even wat zomers aantrekken, want we gaan een heel verfrissend shotje maken. Leuk dat je kijkt naar het shotje van de week. En wat voor lekker zomers gaan we maken? We maken deze week het Andreas shotje. Inderdaad, het is een heel zomers shotje. Mocht je het warm hebben, dan zou ik zeggen, drink deze in één keer achterover en het zorgt voor verkoeling. Wat hebben we daarvoor nodig? We hebben daarvoor nodig de amaretto en we hebben daarvoor nodig de limoncelli. Nou, de limoncelli is citroen. Ja, ik noem het zelf altijd zure sap, dus daar gaan we niet zo heel veel van gebruiken. Dus we beginnen met de amaretto. En de amaretto mag dus iets meer dan de helft gevuld worden in het shotglas. Ik ben hem lekker aan het bijvullen. En je weet het, mocht je duim erop houden zodat niet in één keer je shotje overstroomt. Even lekker je duim aflikken. Dan kan je alvast een beetje genieten van de heerlijke smaak van de amaretto. Wat gooien we erbij? Inderdaad, de limoncelli. Het citroenzuur, ook wel genoemd. Je hoort het, ik gebruik deze niet zo heel veel. Want het is een hele overheersende smaak. Maar als je het gewoon maar gedoseerd gebruikt, dan kan het echt ontzettend lekker zijn. En verkoelend. Nou, je druppelt gewoon de limoncelli eroverheen. En je ziet het ook, je krijgt ook een beetje twee verschillende laagjes in je shotje. Niet dat je er iets aan hebt, want je gooit hem in één keer achterover. En in je mond komt het bij elkaar samen. En dan is die heerlijk verkoelend. Mocht jij dit Andreas shotje nou ook lekker vinden, doe even een duimpje omhoog. Mocht je nou zitten te kijken en je denkt, Maarten, ik weet ook een lekker shotje. Laat hier onder de commentaren achter wat jouw favoriete shotje is. En dan ga ik hem maken. Voor deze week zou ik zeggen, proost! Een shotje hier, een shotje daar. Het is niet tijd voor shotjes.